En ik vind dat je die kosten, joh, het scheelt me anderhalve ton op een jaar. Wat hij er even afgehaald. Ja. Ik zeg tegen hem, joh, luister even, ik rijd 80.000 kilometer. Ik zit dag, sta dag aan achter op mijn poten voor de klanten en voor de werknemers. En als jij dan denkt dat je het zo gaat doen, geef mij mijn centen maar, dan gaan we verder praten. Nou, toen begon hij dat geld te betwisten. Dus nu is het al zo ver opgelopen dat ik dus geen telefonische communicatie meer met hem heb. En dat ik er een hele dure vent op heb gezet. De meeste pakken een advocaat. Maar daar ben ik een beetje klaar mee. En ik heb nu een oud interim directeur. Die faillissementen opkoopt. Vorderingen opkoopt. Maar ook gewoon bedrijven weer binnen de kortste keer op de rail zet. En toen ik hiermee begon met deze business in 2015. Toen had ik contact met een oud collega van me, Leon Suiker. En Leon die heeft uitzendbureaus gehad met omzetten van 75 tot 150 miljoen euro per jaar. Dat was gewoon heel normaal. En die heeft toen zijn zaak verkocht. Zijn aandelen eruit getrokken, want zijn vader is overleden. Die heeft ook die overslagschepen overal liggen. Die gasten. En toen had die concurrentie een relatiebeding van 3 jaar, dus hij mocht niks. En toen kwam ik dus met Arendsman er niet meer uit. En toen heb ik gezegd, joh, ik ga eens kijken of ik het anders op kan lossen. Want op deze manier ga ik het niet redden. Nee. Die man die maakt me gewoon finaal verrot. En op het moment dat ik een afspraak met hem maak, is het morgen weer anders. Ja, flikker jij een heel eind gauw op. Het is mijn business. Het is mijn business model. En nu is het zover dat er een interim tussen zit. Die de hele communicatie gaat doen. Want dat weten ze nog niet. Dat gaat volgende week pas plaatsvinden. Ja, het is heel simpel, als hij zegt van heel de business is van mij, Pieter, en dan rot je maar op. Dan zeg ik gewoon van, joh, luister eventjes, ik heb wel die business opgezet. Daar zit zoveel miljoen omzet in de tijd van een paar jaar. Ik vind het prima als jij mij eruit wil flikkeren, maar dan moet je mij 1 miljoen euro meegeven. En dan is gelijk boven bij de vis. Ja, het is kiezen of delen. Het is kiezen of delen. Kijk, we gaan naar de 200 man. Dat ga ik niet, dat ga ik niet zomaar van, nou, ik zet het wel eventjes opnieuw op. Dat zijn wel aardig wat, ja. Ja, het gaat echt keihard. We hebben nu 19 man in proces en we hebben er weer 10 bijgevraagd. Het gaat gewoon elke week. Ik denk dat ik deze week 5 nieuwe opdrachten binnen heb voor 5 man. In de week, alleen ik. Ja. Zo. Maar ja, dat betekent ook dat je kantoorpersoneel. Nou, ik zal je nog een grap vertellen. Ik kreeg het te druk, ik kom nergens meer naartoe. Ik zit de hele dag in de auto en aan de telefoon. Hele dag. Ja, dat geloof ik wel. Dus ik heb gezegd, joh, ik moet gewoon een assistent hebben. Ja, dat is goed, maar die moet je zelf betalen. Ik zeg, dat maakt me geen ruk uit. Die secretaresse zelf moet betalen, dat boeit me niet. Ik zeg, en dan delen we het zo op. Dat als Erik Jan het druk krijgt, dat Tineke een gedeelte meeneemt. En die kosten verdelen we dan met z'n tweeën. Nou, dat was prima. Ik heb een psychische test bij dat meisje gedaan. Ik heb alles gedaan. Amsterdam. This is Amsterdam.
Passau Germany. Germany, Passau Germany. Kasimbahan. Passau Germany. Thank you.
nice place. I have missed this place. Germany. Frankfurt, Germany. Frankfurt, Germany. Sauna ako rin madungog karoon na nagbayan na rin ako rin. Intercontinental Hotel.
Japan or Germany.
bal, may pista siguro eh. Fireworks na yun yan siguro. Limitan nila ito. Village
a small village in Netherlands. I will buy this sample for me from my 1 week. It's me. This is live my hair in Belgium. I ride a bike. It's run around where I was lost here. Without GPS or offline Google Map. And now, just download it and follow the direction where the near supermarket here in Belgium. Sa dulay nga ni hydraulic. Hydraulic siya. Padong ko mag-uwas from supermarket. I buy something good for my provision. Windmill.
is it. Belgium also, when I was lost,